Het WK staat voor de deur en er staat ons een hete voetbalmaand te wachten met hopelijk veel doelpunten. Voetbal International heeft de 10 topscorers aller tijden voor je op een rijtje gezet. Miroslav Klose maakte in 24 wedstrijden 16 doelpunten. Een gemiddelde van 1 doelpunt per 124 minuten, oftewel 0,67 per wedstrijd. De Duitse spits is WK-topscorer aller tijden, maar toch was Klose, die op 4 WK's aanwezig was, slechts 1 keer topscorer van het toernooi. Dat was in 2006. Klose maakte zichzelf WK-topscorer aller tijden door op het WK 2014 in de halve finale de 2-0 te maken tegen Brazilië, in die memorabele 7-1 overwinning voor Duitsland. Klose nam op 35-jarige leeftijd afscheid van het interlandvoetbal met een wereldtitel. Ronaldo scoorde 15 keer in 19 WK-wedstrijden. De Braziliaanse spits zat in 1994 voor het eerst bij de WK-selectie. Zonder speelminuten, maar met wereldtitel op zak, keerde hij weer huiswaarts. Na succesvolle seizoenen bij PSV en Barcelona miste Ronaldo als speler van Inter geen minuut van het WK in 1998. Brazilië schopte het mede dankzij het elimineren van Nederland in de halve finale tot de eindstrijd. En in de finale bleek Frankrijk met 3-0 te sterk. Ronaldo maakte 4 doelpunten en werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. In 2002 pakte de spits de wereldtitel en werd hij met 8 doelpunten topscorer van het toernooi. Met 3 doelpunten op het WK van 2006 bezorgde Ronaldo zichzelf de titel WK-topscorer aller tijden. Deze raakte hij 8 jaar later dus weer kwijt aan Miroslav Klose. Gerd Müller kwam op slechts 2 WK's in actie, maar was maar liefst 14 keer trefzeker in 13 wedstrijden. Dat zorgt voor een doelpuntengemiddelde van 1,08 per wedstrijd. Slechts 88 minuten had Müller gemiddeld nodig om een doelpunt te maken. Mede dankzij zijn winnende goal in de WK-finale tegen Nederland in 1974 mocht Müller zich 30 jaar lang WK-topscorer aller tijden noemen. Just Fontaine, de meest opmerkelijke doelpuntenmaker in het rijtje. De Fransman speelde alleen het WK van 1958 in Zweden, maar maakte zichzelf onsterfelijk door in 6 wedstrijden 13 doelpunten te maken. Dat is gemiddeld meer dan 2 doelpunten per wedstrijd. Fontaine had dan ook maar 42 minuten nodig om het net te vinden tijdens een WK-wedstrijd. Pelé. De Braziliaanse balvirtuoos kwam op 4 WK's in actie en werd 3 keer wereldkampioen. Opvallend is dat Pelé slechts alleen op het WK van 1970 alle wedstrijden speelde. Op de eindronde daarvoor was hij veel geplaagd door blessures. Ondanks dat hij maar 14 WK-wedstrijden speelde, wist hij toch 12 keer te scoren. Jürgen Klinsmann werd op zijn eerste WK meteen wereldkampioen met Duitsland. In 1990, tijdens het toernooi in Italië, scoorde hij 3 maal. 4 jaar later strandde de Duitser in de kwartfinale tegen Bulgarije en scoorde hij 5 keer. En in 1998 sloot hij zijn WK-carrière af met 3 doelpunten en opnieuw een uitschakeling in de kwartfinale. Sándor Kocsis werd een ware volksheld in Hongarije. Op het WK van 1954 in Zwitserland maakte de speler van Honvet 11 doelpunten in 5 wedstrijden. Al na 2 groepsduels stond zijn teller op 7 doelpunten. Mede dankzij nog 4 treffers van de aanvaller haalde Hongarije de finale. En in de eindstrijd, de enige wedstrijd waarin Kocsis niet tot scoren kwam, bleek Duitsland met 3-2 te sterk. Teofilo Cubillas maakte in 81 Interland 26 doelpunten. 11 daarvan scoorde hij op een WK. Op zijn eerste WK, in 1970, hielp hij Peru in zijn eentje naar de kwartfinale door in de groep 3 keer te scoren in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Marokko. Peru werd uiteindelijk in de kwartfinale uitgeschakeld door Brazilië. Cubillas keerde terug naar Zuid-Amerika met 6 treffers. 8 jaar later kwam de middenvelder van Alianza Lima nog 5 maal tot scoren. En op zijn laatste WK, dat van 1982, bleef de Peruviaan droogstaan. Gregor Lato verdeelde zijn 10 WK-doelpunten over 3 toernooien. De Pool kwam in actie op de eindrondes van 1974, 1978 en 1982.
Op zijn eerste WK veroverde hij een bronzen medaille en was hij 7 keer trefzeker. In 1978 was Lato minder succesvol, hoewel de Polen wel ver kwamen. De teller bleef bij de aanvaller steken op 2. De 2-0 tegen Peru op het WK van 1982 bleek zijn laatste WK-doelpunt. Thomas Müller is de enige nog actieve international in dit rijtje. In 2010 won Duitsland, mede dankzij 5 treffers van Müller, een bronzen plak. In 2014 was de aanvaller na de eerste speelronde topfavoriet om topscorer te worden. Hij opende het toernooi in Zuid-Afrika met 3 doelpunten tegen Portugal. Vervolgens kwamen er daar nog maar 2 bij. Müller kan in Rusland nog flink wat plekken gaan stijgen in dit klassement. De prachtige WK-special ligt nu in de winkel en is ook online te bestellen via vi.nl.